Wij hebben gisteren de mededeling gekregen vanuit het ministerie dat wij onze WBI-aanvraag van 9,8 miljoen gehonoreerd hebben gekregen. Dat geld wordt gebruikt voor allerlei nieuwbouwprojecten in de Westwijk. Dus ook wij moeten 10 miljoen inleggen, want het is een regeling 50% vanuit het Rijk, 50% vanuit de gemeente zelf. En dus wordt er 20 miljoen geïnvesteerd in de Vlaardingse Westwijk. Het geld wordt gebruikt voor het ondersteunen van projecten die waarschijnlijk de komende 5 tot 6 jaar gerealiseerd zullen worden. Het bekendste is denk ik de Zuidbuurt, waar we echt aan de gang gaan met Waterweg Wonen. Daar worden inderdaad sociale huurwoningen worden daar gesloopt. Maar daar komen naast nieuwe koopwoningen ook sociale huurwoningen terug. Ja. En daarnaast hebben we nog andere projecten in de Westwijk. Onder andere ook een nieuwe locatie voor zorgwoningen. Een deel van het project loopt al, want bijvoorbeeld voor de Heemtuinen zit er ook een stukje in. 10 miljoen, het is een flinke lap geld. Kunt u een soort aangeven hoe groot dat is en hoe belangrijk het nou is dat dat geld binnenkomt? Nou, dit is echt wel een behoorlijke klap. De mensen gaan hier zeker wat van voelen. Want juist omdat je dan dus op dat moment een wat minder uitgaven hebt aan die stenen, betekent het dat je meer geld over hebt om kwalitatieve goede buitenruimte te maken. En dat is nog niet alles. Er is kans op nog meer geld voor de Westwijk. Wethouder Somers heeft goede hoop dat uit het volkshuisvestingsfonds nog eens miljoenen vrijkomen voor Vlaardingen. Daarmee kunnen dan woningen worden verduurzaamd. Elke euro die we van het Rijk echt kunnen krijgen is heel hard nodig om die transformatie in de Westwijk mogelijk te maken en om voor iedereen prettig wonen daar te kunnen realiseren. Die bewoners die voelen alsof zij minder belangrijk zijn en dat zijn ze absoluut niet. Dus dat we nu juist voor deze wijk zoveel geld binnenkrijgen, dat is prachtig. Daar ben ik echt heel erg blij mee en ook heel trots op dat dat gelukt is. Want deze bewoners verdienen dat zo.